Ja, en nu schrijven jullie mij allemaal. Ja, jullie zeggen tegen mij. Hé, hey Harry. Ja, wij willen gewoon een centrumrechts kabinet. Ja, en dat willen we zo snel mogelijk. Want wij willen dat alles wat er nu fout is in Nederland, dat dat opgelost wordt. Ja, en dat ze zo snel mogelijk aan het werk gaan. Daar gaat het om, ja. En dat er nu zo snel mogelijk ook iets aan asiel gaat gebeuren en zo. Dat soort dingen. Maar ja, vrienden, je kan je maar zo verschrikkelijk vergissen in iemand. Ja, want als er nou eentje hier keihard het wak is ingereden. Ja, dan is het toch wel onze vriend Omtzigt. Wat een afgang zeg. Ja, we zagen het natuurlijk wel een beetje aankomen. Maar op deze manier, nee. Je zal maar Wilders zijn. En je zal maar Dylan zijn en de Caroline. En je hebt dus maanden met elkaar aan een tafel gezeten. En je bent in gesprek geweest. En dan ineens van het ene moment op het andere, poep. Hè, want ja, en dan krijg je een appje. Appje, hè. En het gaat niet meer door. Ik kom niet meer. Dag. Oeh, ik heb geen zin meer in jullie. En die plasterk ook. Ook appje. Niet even bellen of gewoon even face-to-face gewoon even zeggen. Van jongens, nou luister, ik zie niet meer zitten of wat dan ook. Nee, niks van dat al. Ja, dus en hij heeft dan sociaal, die Omtzigt, heeft hij groot in zijn embleem staan, hè, van zijn club. Nieuw sociaal contract. Nou, sociaal is hij niet hoor. Deze Omtzigt. Nee, die is sociaal zo verschrikkelijk niet lenig. Dat is geen slangenmens hoor. Nee, die weet helemaal niet hoe dat moet. Dus, nou, het is zo onfatsoenlijk wat hij gedaan heeft. Ja, dan, en als je dan Wilders en al die anderen bent, dan denk je toch bij jezelf. Ja, dag. Ah, en onbetrouwbaar ook, want je bent dus met hem in gesprek, hij laat niks blijken. En dan in één keer moet je moeder zo nog eigenlijk via de krant lezen dat het niet meer doorgaat. Nou zeg, ja. En het is ook allemaal zo warrig. Het slaat ook helemaal nergens op. Ja, we kunnen het wel open houden. En het moet misschien toch weer anders. En dan moet er toch weer een minderheidskabinet komen. En dan moet er. En deze onfatsoenlijke en onbetrouwbare man, deze Omtzigt, die zit dus nu eigenlijk in het centrum van de macht. Want hij kan bepalen of we een linkskabinet krijgen of dat we een rechtskabinet krijgen. Het draait allemaal om hem. En hij houdt ervan. Of we allemaal naar hem zitten te kijken en naar Omtzigt. Ja, oh, ja, oh, ga je een nieuwe partij oprichten? Oh, nou, Pieter wist het nog niet. Wordt u premier? Nee, Pieter wist het nog. En iedereen, oh man, al die aandacht en nu weer. Wat gaat Pieter doen? Ja, oh, hoe heerlijk, man. Ach, godverdamme nog aan toe. Hai. En laat hij het niet flikken, hè, die Omtzigt. Nee, laat hij het niet doen. Dat hij dit allemaal gebruikt als een enorme grote omweg om uiteindelijk bij Timmermans uit te komen. Hé, Omtzigt, je flikt het niet, hoor.